Geen muziek voor doetjes, zo wordt Ostrogoth aangekondigd. De eerste groep die op Rock for Specials optreedt, gaat er meteen stevig tegenaan. Ostrogoth is een van de, dat was toen de tijd denk ik, een van de eerste hardrockgroepen in België die nu opnieuw begonnen zijn. En ik denk dat je gaat moeten luisteren. Ik denk dat het steengoed gaat zijn. En meestal scoren die groepen ook wel goed op Rock for Specials. Ostrogoth is een beetje zoals Metallica en dat is hele goede muziek voor mij. En ik doe altijd 2 dagen. Hoor je dat graag? Ja. Ja, redelijk wel. Dans je dan ook mee? Soms wel, als het mijn sfeer brengt. Rock for Specials is al aan zijn 18e editie toe en elk jaar komen er meer bezoekers. Ondertussen zijn het er al 7000, gespreid over 2 dagen. De sleutel van succes, ik weet het eigenlijk niet goed. Wij proberen een zo gewoon mogelijk festival te zijn. Wij proberen goede groepen te programmeren. En we proberen er alles aan te doen om zo goed mogelijk te lijken op een gewoon festival. En dat is blijkbaar het succes van het festival, denk ik. Later vanavond komt nog Clouseau spelen. Morgen zijn onder andere Admiral Freebie en Daan te gast. Dank u wel.